Goedenavond, welkom in de dierenbichtstoel. Ja. Het wordt er een voor dieren, ik voel het. Mag ik u een paar vragen stellen? Ja, natuurlijk. Wat heeft u gezien? Twee mensen die dieren nadelen en op de achtergrond via een scherm filmpjes van dieren. En mensen die praten over dieren en zo. Ja, hoe dieren en mensen in feite samenleven op dezelfde wereld, in dezelfde ruimte. En ja, met de voor- en de nadelen ervan. Heeft u emoties gevoeld? Heeft u... Ja. Door empathie met de anderen, maar ook met jezelf. Hè. Het is altijd zo weer wederkerig. Hè. Ja. Je stelt je in de plaats van de dieren. Ja. Maar ja, in de voorstelling krijg je ook de omgekeerde weg een beetje. Hè. Wat bedoelt u? Hoe dieren naar mensen kijken. Ja, precies. Vond u dat ze meest dier waren of meest mens, de twee acteurs in de voorstelling? Ja, het is mooi de wederkerigheid. Hè? Het is, ook in het spel? Ja, voor mij kwam er de mens er te weinig uit. Maar ja, we zien onszelf zo graag natuurlijk. Hè? We zijn gewoon het leven te bekijken vanuit onze ogen. Als u een dier zou zijn, wat zou u dan zijn? Dat is een goede vraag. Ik denk een vlieg. Of een klein dier alleszins. Waarom? Ik weet niet, dan zie je alles. En dan heb je niet zoveel mensen die zo op je jagen of zo. Dan ben je zo... Overal kan je wegvliegen. Ja. En je kan overal kijken. Ja. Wat vond u de beste scène? Of heeft u geen voorkeur? Wat vond u de mooiste imitatie? Ja, maar ik geef zelf yogales en ik vond... Nu en dan aan die bewegingen. Dan moeten mensen met een geweldig lenig lichaam natuurlijk. Hè. Dieren hebben dat ook. Ja. Dus in die zin zijn ze op weg al naar het dier. Dat ze zo met hun lichaam kunnen omgaan. Zo in hun lichaam. Kunnen bewegen, dat wij mensen, doordat we te veel denken, veronderstel ik, dat hoofd te veel laten werken en dat lichaam een beetje verwaarlozen. Zouden dieren dan ook iets spiritueels hebben? Zij leven volledig in evenwicht, zij hoeven dat niet. Wat wij spiritueel noemen is onszelf overtreffen. Zij overtreffen zich en zeker zijn nooit. Ze zijn wie ze zijn, to be or not to be. Dit is de meest boeiende bichtstoel die ik ooit heb meegemaakt. Nu moet ik zelf nadenken. Wat vond u minder goed? Waar had u last van? Ja, de beelden langs de achterzijde, dat het soms te moeilijk was om te volgen. Dat er iets op de voorgrond speelde bij de personages en ook iets op de beelden zelf. Ja, je moest kiezen. Ja, en daardoor miste je soms wel stukjes. Neemt u iets persoonlijks mee uit deze voorstelling? Ik neem persoonlijk mee dat de dieren toch nog een beetje verschillen van de mensen, maar in principe niet zoveel. Ik ga meer op de ogen van de dieren letten, dat is zeker. Ja, en... dat zeggen ze ook echt, hè? Dat de dieren een rust uitstralen en dat je dat in hun ogen ziet. Ja, ja. Oké, ik dank je heel erg. Dus ja, geen absolutie, geen vergeving van de zonde, maar er zijn er hier ook geen geweest. Hè? Dieren hebben geen zonde. Goedenavond en ook heel zo erg voor bedankt. U. Ja, graag gedaan.